Hallo beste vrienden, God zegen jullie allen. Dat De Heilige Geest, komen en vervullen de leegte die in uw binnenste is. U die neergeslagen bent, ontmoedigd bent, u die aan het denken bent om alles op te geven, een einde aan uw leven te maken. Kortom, uw leven is een stukje van de hel geweest, maar. De gedachten of de gedachten van het geloof veranderen het verhaal van wie dan ook. Of die persoon arm of rijk is, knap of lelijk, man of vrouw, homoseksueel, lesbisch, dief, een goede persoon. Wie, maakt niet uit of het man of, of vrouw is, maakt niet uit wat de sociale conditie is. Uw leven maakt niet uit. Maakt niet uit wat u hebt. Maakt niet uit of u deze wereld ingeworpen bent. En op iets aan het wachten bent. Goed. Datgene waarop u aan het wachten was, is nu tot u gekomen. Bent u nu naar mij aan het kijken? Dan is nu tot u het licht gekomen. Het licht van het geloof. De gedachte van het geloof. De gedachte van het geloof. Dat transformeert ons innerlijk. En als gevolg hiervan. Onze buitenkant ook. Kijk, let heel goed op. Kijk naar deze glorieuze en wonderbaarlijke tekst in de Heilige Schrift. De Bijbel zegt het volgende. Kijk, kijk dit verhaal en u weet dat de verhalen zich herhalen. Wie het verhaal kent, is op het punt om het ook te herleven. Als die persoon het geloof heeft om te doen wat gedaan moet worden. Kijk, de Heilige Schrift zegt het volgende: Dat door het geloof, vanwege het geloof. heeft Mozes. toen hij groot geworden was. dus toen hij volwassen werd. toen hij nog een kind was. toen hij nog onvolwassen was. had hij zijn hoop gesteld. om op een dag. Gezeten te zijn op de troon van Egypte. Maar toen hij opgroeide en volwassen werd, dat is wat de tekst zegt. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, wat heeft hij gedaan? Wetende dat hij een geadopteerde zoon was van de dochter van Farao. Wat heeft hij gedaan? Hij dacht na. Hij had een visie. Wacht even. Als ik een zoon ben van de dochter van Farao. Als ik geadopteerd ben. Door een prachtig persoon. Maar. Ik ben er zeker van. Dat dit niet de beste optie is voor mijn leven. Waarom? Omdat ik ook me bewust ben dat we kinderen kunnen worden. En erfgenamen van God. Erfgenamen en kinderen van het geloof van onze vader Abraham. Dus toen hij volwassen was, groot geworden was, dacht hij, wacht even. Nee, ik zal deze conditie niet accepteren. Ik wil meer. Ik wil veel meer. Ik wil iets dat zich zal uitstrekken tot alle eeuwigheid. Dus de tekst zegt dat vanwege het geloof, Mozes toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Zou u het ook hebben geweigerd? Dat is de vraag. Zou ik het hebben geweigerd om ook een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden? Oftewel een toekomstige erfgenaam van de troon van Egypte met alle plezieren en rijkdom en glorie die daaraan verbonden zijn. Maar kijk, kijk, de heilige tekst is heel duidelijk en toont het ons open en bloot. Dus. Door het geloof, of vanwege het geloof, heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor, dus de keuze wordt hier gemaakt in het verstand. De keuze gemaakt in het verstand. Normaal gesproken werkt het. Wanneer het gemaakt wordt door het hart, normaal gesproken gaat het fout. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een. Ogenblik het genot van de zonde te hebben, het genot van de zoon van de dochter van Farao genoemd te worden en toegang te hebben tot alles, alles wat de wereld biedt. Egypte toen de tijd was het eerste land ter wereld, rijkdom in glorie in wijsheid, kortom in alles. Egypte was het land van de wonderen. En hij was de zoon van de dochter van Farao. Wat heeft hij gedaan? Tussen blijven de zoon van de dochter van Farao te zijn, en afstand te doen van deze troon, van de zonde, van het genot, van het plezier enzovoort. Hij koos er liever voor. Om de zoon van het geloof van Abraham te zijn. De zoon. Van het geloof van Abraham. Want toen God een verbond met Abraham maakte. beloofde hij aan zijn nageslacht degenen die het geloof. zouden hebben zoals hun vader Abraham het had dat zij ook hetzelfde recht konden hebben dat Abraham had. Abraham, u weet, Abraham was Abraham. Dus hij koos er liever voor. Hij gaf alles op. Hij gaf op om de zoon van de dochter van Farao te zijn. Om vervolgens de zoon van het geloof van zijn vader Abraham te zijn. De vader van het geloof van zijn vader Abraham. De tekst gaat door. Hij beschouwde de smaad van Christus als groter rijkdom... Dus in ons geval van nacht de dag, dan de schatten in Egypte. En nu komt de tekst die ik wil dat u zult begrijpen. Want hij had het loon voor ogen. Dit is heel groot, natuurlijk. De mensen die deze tekst hier lezen en nog niet heilig is, hebben ontvangen nog niet de Heilige Geest hebben. De begeleiding niet hebben. De Heilige Geest niet hebben als gids om hen te oriënteren, om hun ogen te openen. Om hen te doen begrijpen. Natuurlijk begrijpen zij hier helemaal niets van. Maar u die nu naar me kijkt. Misschien heeft u niet de Heilige Geest. Misschien werd u niet verzegeld. Bestempeld. Door de levende God. De God van Abraham, Isaac en Israël. Let goed op. U. Let heel goed op. De heilige tekst hier. Samengevat, zegt het volgende: Mozes had twee keuzes. Twee opties. Of hij ging door. Om de zoon van de dochter van Farao te zijn. En hij zou alle rijkdommen erven. Van Farao, natuurlijk. Of hij verkoos er liever voor om ook een slaaf als een slaaf beschouwd te worden zoals zijn volk. Maar een slaaf die in zijn verstand de belofte met zich mee droeg die God beloofd had aan zijn vader Abraham. Die tegen hem had gezegd, kijk, jullie zullen 400 jaar in Egypte blijven als slaven. Maar ik zal jullie daaruit halen. En ik zal jullie brengen naar een goed land. Een gezegend land. Een land dat vloeit van melk en honing. Dus God beloofde een land dat vloeide van melk en honing. Natuurlijk, hetgeen God belooft is niet iets tijdelijks. Het is niet een tijdelijk leven. Van 80, 90, 100, 120 of 150 jaar. Nee, maar een eeuwig leven. Dus de visie van Mozes was naar deze eeuwigheid gericht. In de eeuwigheid die God belooft aan zijn volk, aan zijn kinderen, is voor altijd natuurlijk voor u om deze visie te hebben. Dient u uw deel te doen? Wat is mijn deel, Bisschop? Wat moet ik doen om de belofte van God te erven die hij aan Abraham had gegeven? Simpel. U dient de juiste keuze te maken hier in uw hoofd, in uw verstand. U dient te rationaliseren, af te wegen, na te denken en kijken wat u wilt. Dat is een gedachte van het geloof. De gedachte van het geloof. Wij baseren het op het woord van God. De gedachten van de twijfel, dat baseren wij op dit leven. Dat baseren wij op de schatten die deze wereld ons aanbiedt. Dat is de realiteit. U bent degene die kiest, mijn vrienden en vrienden. De keuze is van u. U weet dat. Alleen maar om een beter voorbeeld te geven. Toen God de engelen schiep, de engel, Lucifer... Toen hij hem schief. Lucifer was een engel van licht. Hij was de hoofdengel van de hemel. Hij was de overste. Maar God, hoewel hij hem perfect had geschapen. Hij wandelde te midden van de vurige stenen. De engel. De oude engel. De ex-engel. Genaamd Lucifer. Hij was de overste. Daar in het koninkrijk der hemelen. Die de andere bevelen gaf. Maar God nam niet van hem weg. De vrije wil, de, het recht om te kiezen. Deze ruimte gaf God aan hem, aan Lucifer, zodat hij kon kiezen. Dus dat is Gods wil: dat u, wanneer u weg komt kiezen. De weg van de gerechtigheid, dat u het doet met vrije en eigen wil. Dat het iets vrij, uit uw vrije wil is, iets persoonlijks is. Maar God zal op geen enkele wijze u duwen om Hem te gehoorzamen, u verplichten tot gehoorzaamheid. Nee, Hij is democratisch. Hij laat ons kiezen, goed of slecht, wat rechtvaardig is en wat onrechtvaardig is. En Lucifer, had alles. Alles. Maar hij begeerde. En alleen omdat hij begeerde. Om net zoals God te zijn. Werd hij uit de hemel gehad. En u ook. U heeft de keuze om te kiezen tussen goed en kwaad. Maakt niet uit. Of u arm of rijk bent. In welke situatie u zich bevindt op dit moment. Maakt niet uit. Het maakt helemaal niets uit. Want u. Ondanks alle moeilijke situaties. U heeft het recht om te kiezen tussen wat goed is en wat verkeerd is. Tussen wat correct is en wat niet correct is. Deze keuze is wat uw leven zal leiden. Is wat God uw leven doet handelen. Als u kiest voor wat goed en wat correct is, dan zal God u een hand uitstrekken, een hele grote hand. Hij zal u helpen. Hij zal u de Heilige Geest geven. Om u te leiden, om te leven in de gerechtigheid. Nu, als u kiest wat verkeerd is, kan hij niets doen, omdat het uw keuze is. En dat is de grote reden waarom de wereld is zoals het is in deze ellendige rommel. Want omdat de mensen kozen voor het kwade, voor wat onrechtvaardig is, voor wat rot is. Zij kozen tegen de wil van God in. Gods wil is om het eeuwig leven te geven aan allen die de gerechtigheid lief hebben. Herinner je wat de Heer Jezus zei? Zalig zijn zij die honger en dorst hebben naar gerechtigheid. Oftewel, wanneer iemand deze honger en dorst naar gerechtigheid heeft... Dan openbaar de Heilige Geest zich door die persoon. Dus u kunt zijn wie u bent. U kunt de grootste zondaar zijn van de wereld. Maar als op dit moment u naar mij luistert en u kijkt naar deze uitzending, en u beslist binnen u, in uw hoofd, in uw verstand: nee, ik wil wat rechtvaardig is. Ik heb honger en dorst naar wat gerecht is. Dat is wat Mozes deed. Mozes keerde de rug naar de troon van Egypte, om net als zijn volk te leven. Ook al waren zij als slaven van de Egyptenaren, maar hij, hij verkoos om met zijn volk te zijn als een slaaf. Maar het had een belofte. De belofte was hier. De belofte is hier. Hij had deze belofte, nee. Ik zal deze belofte volgen. En dat is de gerechtigheid. Morgen zullen wij meer spreken over dit onderwerp. Want het is heel sterk. Heel mooi, beste vrienden en vrienden. Uw leven is afhankelijk van deze keuze. Wat wilt u? Als u de zoon van God wil zijn, dan dient u de gerechtigheid lief te hebben. U dient te verlangen, dorst te hebben, honger te hebben naar gerechtigheid. Als u dat doet. Dan zal uw leven opbloeien, want God zal u leiden. De Heilige Geest zal u komen begeleiden. Maar als u andere doelen hebt, andere plannen hebt, die niet overeenkomen, zoals het woord van God zegt, die niet overeenkomen met Gods gedachten, dan beste vriend en vriendin, zult u blijven leiden en niemand kan iets voor u doen. Het is uw keuze en iedereen moet zijn eigen keuze maken. Ik heb mijn keuze gemaakt en God heeft mij gezegend daarvoor en hij zal mij blijven zegenen. Ook of de mensen nou van me houden of niet van me houden, dat maakt niet uit. Wat uitmaakt is wat ik denk met betrekking tot mijn geloof, tot mijn leven, met betrekking tot wat ik beslis. Ik koos voor de gerechtigheid en God heeft mij geleid en is mij aan het leiden in deze gerechtigheid. En dat hetzelfde ook met u zal zijn. Dat God u zegenen. Morgen zullen wij meer spreken over dit ontwerp. En even tussen ons. Ik zal zelfs mijn bril afdoen. Zodat jullie mijn ogen kunnen kijken. Let op. Het meest glorieuze. Het meest rijke. Het meest glorieuze dat er bestaat. Dat wij hebben. Is de Heilige Geest. Is de belofte van alle beloftes. Als u hem hebt. Nooit meer. Zult u ongelukkig zijn. Tot morgen. God zegen in de naam van de Heer Jezus. Amen.